Veel meisjes en jongens dromen van een carrière als model. Ja, dat is slechts voor weinigen weggelegd. Maar ook degenen die te klein of niet dun genoeg zijn, hebben een kans om de catwalk te betreden. Yvette Vugts organiseert zaterdag voor de vierde keer F for Fashion. En daar kon iedereen met een modellendroom zich voor aanmelden. Yvette, welkom. Hoi. Een modeshow voor iedereen. Ja. Waarom? Waarom? Omdat voor professionele normale modeshows moet je 1,73 minimaal zijn en maat 34 of 36. En ja, ik vind dat persoonlijk te dun. Maar het is ook zo dat heel veel modellen zich daaraan, beginnende modellen, die houden zich daaraan vast. En die gaan dan afvallen. Of ja, als je te klein bent, dan kun je niet langer worden. Dus ja, dan ben je eigenlijk al afgeschreven. En wij willen juist die modellen, want er zijn zat mooie meiden die te klein zijn of misschien een maatje meer hebben, die willen wij juist de kans geven om op de catwalk te lopen. Maar waarom vind je dat zo belangrijk dan, voor die mensen? Ja, omdat als je echt een droom hebt en je wordt daar op die manier door tegengehouden, dan vind ik dat gewoon, ik wil ze juist gewoon die kans geven. Ik wil ze gewoon helpen en ik zie ook gewoon echt aan mijn modellen dat zoveel verandering brengt, ook in hun leven. En ja, het is ook gewoon heel mooi om die dankbaarheid te voelen, zeg maar. Is dat een klein beetje, wat ik hoor, dan streef niet dat bedachte schoonheidsideaal na, maar ben wie je bent en je bent al mooi genoeg. Bedoel je dat daarmee te zeggen? Ja. Maar dat is bijna als een soort van hulpverlener, denk ik dan. Ja, nou ja, zo voel ik me soms ook wel. Nou, mooi. De meeste modellen hebben dan ook geen ervaring. En wij proberen die modellen dan echt te coachen naar de catwalk toe en te trainen. En waar vind je je modellen? Overal eigenlijk. Meestal plaats ik oproepen op social media. En daar krijg ik sowieso al heel veel reacties op. Mails, Facebook berichtjes, Twitter berichtjes, alles. Maar we gaan ook wel eens de straat op. Ga ik met een collega en dan gaan we meisjes aanspreken en jongens. Wil je model zijn? En dat geloven ze dan ook meteen? Ja. Hey, model? Ja, ja, ja. Ja. En selecteer je ze ergens op of niet? Want je kijkt wel naar bepaalde uiterlijkheden? Wij kijken wel naar echte schoonheid. Oké, okay. Wat is echte schoonheid? Ja, dat is natuurlijk verschillend voor iedereen. Maar wij willen gewoon, als je uitstraling hebt gewoon, als je... vaak missen ze wel de zelfverzekerdheid, maar als je gewoon de uitstraling hebt van, ja, als wij denken, jij bent gewoon een mooie meid, dan, en ook al ben je te klein, dan spreken we je gewoon aan. En dan, maar smaken verschillen. Ja. Hoe beoordeel je ze dan uiteindelijk? Ja, dat doe ik samen met een jury. Natuurlijk hebben we allemaal een andere mening, maar vaak dan komen we wel echt precies het midden uit van, nou, twee voor zijn voor die, twee zijn voor die, dan doen we die en die. En dan, ja, dan hebben we een selectie wat iedereen mooi vindt, zeg maar. En wat voor soort mensen melden zich aan? Is ja, dat... alle soorten modellen. Waar, ja? Ik zet echt wel specifiek erbij van 15 tot 23, maar dan nog krijg ik van 30 plus. En mannen, ook oudere mannen. En alles echt heel breed, van heel jong tot best wel oud. Zeg maar. En is dat een beetje de X-factor gedachte die daarachter zit? Willen mensen beroemd worden? Of wat beweegt mensen om zich aan te melden? Ja, toch wel een modellendroom, denk ik. Toch wel iets wat vanaf jongs af aan er wel in zit. Maar wat ze eigenlijk toch hadden opgegeven van, ja, ik kom toch niet aan de bak. Een modellenbureau wijst me toch af. Of ik ben te dik, of ik ben te lelijk. En ja, bij ons is dat niet. En waarom wil je iets? Waarom wil je presentator worden? Waarom, ja, je hebt gewoon een droom, een passie voor iets. En als je dat, als je die kant op kan, waarom niet? Ja, natuurlijk. Ja, waarom niet? Ja. Helemaal eens. Jij zei het al, jullie helpen ze, want niet iedereen kan zomaar die catwalk op. Nee, we geven ze trainingen bij Stichting Jong Actief. En daar leren we ze poseren. Maar ook, we proberen hun zelfbeeld ook echt te verbeteren. En ik zeg wel misschien wel 100 keer op een dag van, je bent mooi, geloof me nou, je bent echt mooi. En dat, soms duurt het even, maar we proberen wel echt... Maar het gaat niet zozeer om de pasjes, maar het gaat meer om de uitstraling en om een stuk coaching daarbij dan. Ja, ik wil gewoon dat ze zich zelfverzekerd voelen, dat ze zich mooi voelen. En natuurlijk is het belangrijk dat ze mooi lopen en recht en tegelijk. Maar vooral dat zelfvertrouwen wil ik ze meegeven. En ja, straal op die catwalk. Het is jouw show, ga het doen, weet je. Oké, prima. Ik geloof het allemaal. Ik vind het mooi, maar dan mogen ze eindelijk die catwalk op. En dan mag het één keer. Dan hou je ze toch ook een klein beetje voor de gek, of niet? Nee. Het is niet één keer. We hebben sowieso, elke show hebben we modellen die al eerder meegelopen hebben. Doen we er een paar bij, zeg maar. Maar sowieso, we helpen ze ook mee naar andere shows zoeken. Ik heb een heel groot netwerk opgebouwd door de modeshows organiseren. Dan stuur ik ze door naar mensen die ik ken. Maar we werken ook samen met De Gruyter. En dat is een kapsalon, zeg maar, die...
internationaal kapperswerk doet. En hun hebben ons de kans gegeven om die modellen, om een van de modellen naar Parijs te kunnen laten gaan. Zo. Dus het begint hier bij Afro Fashion en dan mag je zomaar naar Parijs. Dat is natuurlijk wel een opsteker. Ja, er worden 6 modellen uitgekozen, zeg maar, of ongeveer 6, die een fotoshoot krijgen. En uit die foto's, uit een van die modellen van die fotoshoot, die mag naar Parijs, naar het Louvre, om daar een show te lopen. De 4e keer, wij gaan nog veel meer van jou horen. Ja. Dank voor je komst. Succes en geniet ervan. Ja, bedankt. Mooi.